Nieuwjaarsreceptie bij de SPA en daar staat toch wel veel op het spel, want de socialisten hebben een moeilijke week gehad, een paar klappen gehad, een kartel in Antwerpen dat gesprongen is en nu moet John Crombé zijn troepen gaan aanvuren. Dus ja, de lat ligt hoog. En aan al die anderen die graag herhalen dat we geen toekomst hebben, zeg ik, het nieuw socialisme zullen jullie niet stoppen. Niet met ons, jullie zullen ons niet temmen, jullie zullen ons niet temmen. Leven de SPA! John Crombé, als er één ding is dat je jezelf wil toewijzen in 2018, wat is dat dan? Dat is nieuw socialisme voor de maatschappij. Dat mensen terug mensen zijn in de belangenheersstatistieken. Wat we zien, dat mensen meer werken voor minder geld. Ze moeten inleveren door voor hun ouders of voor hun man te gaan zorgen en ze verliezen. Geen verkiezingsoverwinning dan voor jezelf? Als dat een gevolg is van wat we doen, is dat goed. En uw speech was een ontlading, was toch even nodig zo? Iedereen hard onder de riem steekt? Maar de ontlading kwam uit de zaal. Het was, ik had, als ik ja, je moest niets doen, ik kreeg direct een applaus. Nee, als ik me goed herinner, was de ontlading er al voordat ik een woord zei. Dus het zal niet aan mij gelegen hebben. Als het moeilijk gaat, als een partij klappen krijgt, ja, dan moet de voorzitter reageren en zijn troepen aanvuren. En dat heeft John Crombé toch wel gedaan. Van in het begin staande ovatie, op het einde nog eens een staande ovatie. Iedereen op het podium. Dus je voelt het, ja, de socialisten hebben gekregen wat ze nodig hadden. Een dosis, een scheut energie.